meestal doe. En zeker s'avonds, dan kan ik de slaap nooit zo goed vatten. Ook door wat er allemaal gebeurd is natuurlijk. En dan kijk ik naar de sterren. En dan bedenk ik mij dat in dat eindeloze heelal, want het is enorm groot, het heelal. Wist u dat? Het is oneindig. Het is oneindig groot. Ja, dat kun je niet voorstellen. Kun je bijna niet voorstellen. En dan zien wij daar die sterren. En dat zijn dan sterren die bestaan misschien niet eens meer. Omdat het licht er zo lang over doet om hier te komen. Dat wij denken dat we een ster zien die er al lang niet meer is. En rond die sterren kunnen we allerlei werelden draaien waar ook mensen, zeg maar, s'avonds de slaap niet kunnen vatten. En dan naar de andere sterren kijken. En zo mijmer ik dan dat er misschien in heel ver weg in een andere wereld iemand naar mij kijkt. En dan voel ik mij toch een beetje verbonden met iemand, snapt u dat? Nu ziet u zelf ook een beetje als een ster die misschien wel niet meer bestaat. Nou, het kan natuurlijk goed zijn dat die persoon op die andere wereld, op het moment dat die dan als het ware naar mij kijkt, dan ziet hij dus eigenlijk de wereld zoals die miljoen jaar geleden was. Ja. Toen was ik er dus helemaal niet. Nee. Nee, toen was ik er nog niet. Nee. Toen moest ik nog helemaal gemaakt worden eigenlijk. En dat maakt me dan weer heel erg eenzaam. Dat ik eigenlijk weet dat je elkaar toch in alle eenzaamheid nooit echt tegelijkertijd ziet. Ook al dat het zo ver weg is. Maar het is zo raar, want u bent zo eenzaam. U heeft zo ontzettend veel broers en zusjes. Ja, maar ik lig in de familie lig ik er een beetje uit. Dat komt ook door dingen die met vaders bedrijf zijn gebeurd en alles. Maar wat ik dan toch het ergste vind, is natuurlijk dat Adelheid weg is gegaan destijds. Dat is uw... Dat is mijn, ja. Kijk, Adelheid, dat wist ik zeker. Dat was de vrouw van mijn dromen. Ja. En die is toen naar de grote stad vertrokken. Die is naar Meppel gegaan. Ja. En ja, die is daar een heel eigen leven begonnen. Dus die was 12 toen ze verhuisde. En sindsdien ben ik eigenlijk, moet ik zeggen, toch een beetje afgezakt, zou ik maar zeggen. Ik heb toch geen nieuwe vriendin meer kunnen krijgen. Want ik zocht dan toch altijd weer de Adelheid in. En er is maar één Adelheid natuurlijk. Nou, bent u nog wel eens naar haar op zoek gegaan, de Adelheid? Ik ben nog één keer naar Zwolle, Meppel, sorry. Ja. Eerst had ik de foute trein gepakt. Ik was naar Zwolle gegaan, heb ik 2 dagen gezocht. Maar toen realiseerde ik me, het was niet Zwolle, het was Meppel. Toen ben ik alsnog naar Meppel gegaan en daar heb ik heel erg gezocht. En daar hebben ze mij op een gegeven moment naar een huis verwezen waar dan een ene Adelheid woonde. Daar heb ik aangebeld en het was ook inderdaad Adelheid, maar die heeft eigenlijk de deur toch vrijwel meteen weer in mijn gezicht dichtgeslagen. Dat is wel triest, hè? Dat is een heel, ja. Maar het raar is ook, voor dit vraaggesprek, ben ik ook naar Meppel gegaan op zoek naar Adelheid. Oh. Voor dit, ja. En ik heb haar gevonden. Oh. Ik heb haar gesproken ook. Oh. En ze is heel gelukkig getrouwd. Ze heeft leuke kinderen. Oh ja. En ze zegt nog nooit van u gehoord te hebben. Nee, dat is ook wat ze toen niet dacht dat ze ik kon zich niet herinneren. Want u heeft ook nooit echt met haar gepraat? Of? Nou ja, wij hadden een soort contact wat voorbij praten ging. Ja. Het was een soort telepathisch contact wat ik met haar had. Gewoon als ik haar zag lopen dan door ons dorp, dan wist ik dat we op één golflengte zaten. En dat ontkent zij nu in alle toonaarden. En ja, dat doet natuurlijk vreselijk pijn. En als je dan ook bij je familie er nog uit ligt. En je kunt de slaap niet vatten. Je kunt u nooit... Ik kan de slaap eigenlijk al zo'n kleine 34 jaar niet meer vatten. U wilt zeggen dat u al 34 jaar niet... Zo goed als niet geslapen hebt, nee. Ja, wel eens een minuutje weg. Ja. Wel eens eventjes een wegzakkertje. Maar dan eigenlijk daar meteen weer uit wakker worden en nog moeier zijn dan daarvoor. En gebroken word ik daar meestal uit wakker. Ja. En natuurlijk overdag is het ook moeilijk, want dan zijn er niet zoveel sterren te zien. Nee. Dan is er eigenlijk maar één ster. Ja. Daar kun je niet goed naar kijken, dan word je verblind. Ja. Dus overdag weet ik ook niet zo goed wat ik met mezelf aan moet eigenlijk. Maar dan weet ik wel dat er s'avonds natuurlijk als het donker wordt, dan drink ik dan één borreltje. Dan zit ik op het bankje net buiten de boerderij en dan kijk ik naar de sterren. En dan probeer ik me voor te stellen dat er in een andere wereld misschien ook iemand is die... En zijn er geen dingen die u opvrolijken, waar u blij van wordt? Nou, laat ik zeggen, sinds die keer dat ik dan in Meppel ben geweest en Adelheid in alle toonaarden heeft ontkend mij. Nou, echt in alle... In alle toonaarden. Ja. In alle toonaarden.
Je kunt geen toonaard noemen waar ze dat niet in ontkend heeft. Een schier oneindig aantal toonaarden. Ja. Ik, en op een gegeven moment zei ik ook tegen, ik heb nu de boodschap wel begrepen. Ja. Ja. Maar toen had ze nog een paar toonaarden in petto. Ja. God, ja. En sindsdien eigenlijk heb ik, is er weinig nog meer wat mij opvrolijkt. Daarvoor had ik altijd nog van wat mij op kon vrolijken is dat ik haar nog zou terug kunnen vinden. En dat, de hoop. De hoop eigenlijk. En die is falikant de bodem ingeslagen. Waar ik zelf heel veel doe is spiegelen. Spiegelen over de dingen. Overwegingen heb ik al. Over de voor- en nadelen van het een of ander. De pro's en contra's. En dan kan het dan bijvoorbeeld gaan over het verleden. Ja. Wat er gebeurd is. Gebeurd is. Wat al gebeurd is. Ja. Dan kun je dan die gedachten, zou ik zeggen, over laten gaan. En de toekomst? Zeker mag ik ook heel graag om de zoveel tijd een geestelijk boompje opzetten in mijn hoofd. Over wat de toekomst ons mogelijke wijze te bieden zou hebben. Want dat zijn natuurlijk voor het grootste gedeelte nog gissingen. Maar er tekent zich toch al her en der een bepaald patroon af. Waaruit je iets zou kunnen distilleren aangaande de toekomst. Want er ligt nog heel wat in het verschiet. Kunt u ons daar misschien iets meer over uit de doeken doen, bedoel u? Ja. U zou graag nader als het ware een kijkje nemen in mijn keuken van mijn bespiegeling. Ja, van de toekomst. Over de toekomst. U wilt specifiek over de toekomst. Ik vermoed toch wel dat er in de toekomst nog diverse conflicten uitgevochten zullen moeten worden. Her en der? Her en der over de aardkloot verspreid. De oude rekeningen zullen vereffend moeten worden. Die te maken hebben met het verleden, zoals dat al gebeurd is. En zoals dat zo plotseling opeens de kop weer kan opsteken. En aanleiding geven tot een al dan niet etnisch conflict. En ik denk ook dat iedereen zijn eigen helikopter in het vooruitzicht mag zien. Zijn eigen helikopter? Iedereen heeft denk ik over een x aantal jaren de beschikking over een eigen mini-helikopter. En ook zal er veel vrede zijn. Dat vermoed ik ook wel. En die soorten, uitstervende diersoorten? Die zullen blijven uitsterven. Er zullen vermoedelijk niet veel soorten bijkomen. Daar durf ik ook wel vrij veel geld op in te zetten. Maar dan zullen we toch nog wel een fix aantal het loodje moeten leggen. Wat het milieu betreft? Wat het milieu betreft is oplettendheid geboden. Oh. Oplettendheid is geboden. Aangezien wij dat een beetje in eigen hand hebben. En we hebben als mensheid natuurlijk in het verleden nog wel eens een beetje de hand gelegd met de diverse milieuwetgevingen. Maar vroeg of laat zal de dag komen dat daarvoor ons een prijskaartje wordt overhandigd. En dat lijkt me ook wel heel verstandig als wij als gehele wereldbevolking eens pas op de plaats maken. En eens een keer, zoals ik, eventjes over de toekomst. En wat betreft het verschil in huidskleuren tussen de blanke en de donkere mensen? Er zal altijd toch een of ander soort scheidslijn zijn. Tussen wat wij noemen de westerse wereld en de derde wereld. Maar natuurlijk is Azië op een gruwelijke wijze in opkomst. En wordt de economische kracht waar wij zeer terdege rekening mee moeten houden. Maar van het Afrikaanse continent zijn vooralsnog geen schokkende ontwikkelingen te verwachten. Op wereldeconomisch gebied. Honger? Ja, daar zal toch wel in Afrika met name veel honger zijn. In de toekomst ook. En ik denk dat
zeg maar de kleine mensen van nu, de zogeheten kinderen, over een jaar of 20 grote mensen zullen zijn. Ik wil u heel erg bedanken voor uw toekomstvisies. Ja, ik heb het u graag met u gedeeld. Erg interessant. Vindt u niet? En ik hoop dat u in de toekomst nog eens vaker bij ons in de studio kan zijn. Ik vermoed van wel. Hier, de radio, Odilia Peel.